Ik ben Patrick van Oppen. En ik ben Carlo Luiten. En samen vormen wij de tandem van Oppen-Luiten. Ik heb hier het winnende duifje vast van Serdui. Dit duifje wint de eerste provinciaal bij de jaarlingen en is de tweede snelste van iets meer dan 11.000 duiven vorige zaterdag. We hadden eigenlijk niet zo'n mooie uitslag verwacht op Serdui, maar ze zijn geweldig goed naar huis gekomen, want in het lokaal winnen we de 11 eerste prijzen bij de jaarlingen. Ik ga nu de jonge duiven uitlaten. Ja, er zijn er iets meer dan 100. Die ga ik in twee groepen uitlaten, zodat dat er niet te veel tegelijk in de lucht hangen. Ze zijn buiten gestormd, dat was al goed. Nu zouden ze eigenlijk moeten wegtrekken, zodanig dat ze een kwartier 20 minuten niet meer te zien zijn. En dan, dat is meestal een teken van heel goede conditie. Ik vind het fantastisch, ik zeg het altijd. Zelfs al komen die duiven bij mij wat later, nog ben ik altijd fier op die duiven. Dat ik zeg van, toen die hebben die prestatie geleverd van bijvoorbeeld 600-700 kilometer naar huis te komen of terug te komen. Ik vind dat fantastisch. Ja, het spel dat wij spelen is een beetje apart van andere hokken, denk ik. Wij spelen enkel met de vinnen. En de reden waarom we enkel nog de vinnen spelen, want vroeger speelden wij totaal wetenschap, duivertjes, de vinnetjes, gelijktijdig naar de wedstrijd, is omdat we merkten dat als we onze 10 beste duiven namen, dan waren er 8 te vinnen en 2 duivers bij. Plus hadden we zoveel werk om die te trainen. 2 ploegen, duivers trainen, de vinnen trainen. Nu zijn er enkel nog de vinnen, halen we groter rendement dan vroeger en die kunnen elke week mee. De ring wordt altijd geplaatst aan de rechterpoot van de duif en op de leeftijd van plus minus 7 dagen. De 3 teentjes erdoor, de vierde teen die gaat naar achter. De passie, ja, voor mij is dat wel een passie. Eigenlijk op de hokken zijn, bij de duiven zijn, een keer de duiven controleren, een keer de duiven een keer vastnemen, een keer een beetje mee praten en zo. Dat, ik vind dat plezant, dat geeft voor mij een vorm van ontspanning. Hier zijn ze terug. Hier zijn ze terug.